Scones in the making. Lulu kon bijna snel zijn. Kom nou, Lulu. We hebben lekkere scones. Staat er nog niet goed op. De kaarsjes uit mag blazen. Ja, dan gaan we... Oh, wacht, ik moet hem aansteken. Nee, dan moet je wachten tot het stelletje klaar is. Hè. Film jij? Ja. 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 Is het lekker, Lo? Dat is appelsap van je zus, hè? Is het lekker? Zo. Is het lekker? Ja. Lekker? Zo. Zo. Oh, je zit echt te knoeien. Je zit echt te knoeien nu. Shit. Ik let ook even 1 seconde er niet op. Lo. Oké, dit is niet handig. Nee, dit is niet handig. Nee. Nee, dat werkt niet zo. Dat werkt niet zo. Nou, never a dull moment. Ik ben bijna bij de opvang om Elodie op te halen. En deze keer alleen Elodie. Die is in de tussentijd afgelopen weekend lekker opgeknapt. Maar Alexis was vanmorgen ziek, koortsig. En die hoefde van ons niet naar school. Dus die is thuis gebleven en Rose was er gelukkig. Dus wij konden allebei naar kantoor. En Alexis heeft lekker de hele dag zo min mogelijk gedaan. En volgens Rose gaat het alweer stukken beter met haar. Dus Nick die is rond 5 uur naar huis gegaan. En ik ben dus nu, het is nu 5:30... Ik kom nu dus aan bij de opvang. En dan ga ik Elodie ophalen. Dus het is een beetje een ziekenboeg. We wisselen af. Elodie en Alexis lossen elkaar af. Dus even kijken hoe het vandaag einde dag met Alexis was. Dus voor de eerste keer sinds ze naar de basisschool gaat dat ze ziek is. Dus het mocht voor mij wel een keertje thuis blijven. Het is vandaag dus maandag. Ik heb er een werkdag op zitten. In mijn nieuwe outfit van een nieuwe collectie met deze jas waarvan de mouwen af te ritsen zijn. Dus dat heb ik gedaan. Lekker productief. Dagje vandaag wel. Dus de week is weer goed van start gegaan. En dit zijn trouwens mijn mooie nieuwe oorbellen. Ook van de nieuwe collectie met matching ring. Kijk hoe nice. Hier staat een heel mooi klein subtiel. Waar is die?
Zo klein is die. Subtiel George Fee logootje in hier. Zo, daar. Het is een super chique set. En ik vind het dus bij zulke oorbellen heel leuk staan. Om je haar dan omhoog te dragen in combinatie met een colletje. Nou. Alright, ik ga Lo ophalen en dan spreek ik jullie later. Nou, ik ben weer thuis van kantoor. De dames van Preta Pantry zijn geweest. Ze hebben weer van alles gedaan. Waaronder dit. Dat ik deze attributen makkelijker op kan hangen in de pantry. En ze hebben heel de garage gedaan. Ik zal het later even laten zien. Want ik kom dus net thuis met Lex en Lo. Die heb ik net opgehaald van de opvang. Hallo, kiekeboe. Joehoe. Niet zo gek doen, niet zo gek doen. Lex is een beetje hyper, want die is gewoon heel erg moe van de dag. Ik ga even eten maken. En dan gaan we samen eten. Gezellig. Mick is er vanavond niet, die is wat later. Dus aan tafel. Het is 7:10. Zo, kort over 7. En deze gekke meiden gaan even lekker in bad. Hopsakee. Lex, pest Elodie is niet zo. Zit jouw zus jouw voeten op te eten, Elodie? Hier blijf jij. Hier blijf jij. Ze komt echt niet meer bij. Hé, hey, blijf eens hier jij. Blijf eens hier jij. Daar gaat je zus. Die gaat weer terug naar de badkamer. Doe maar. Ze zitten allebei echt helemaal onder de yoghurt. Kwark. Dus... Allebei de kids lagen lekker op tijd op bed. Nu ik nog. Ik kom er net achter dat ik morgen een fotoshoot heb. Dus ik heb eventjes een kalmerend masker op mijn gezicht gedaan. Morgenochtend was ik nog eventjes mijn haar. En dan ga ik lekker op mijn gemakje stylen. En ik ga proberen lekker vroeg te slapen. Want ik ben echt heel moe. Ik heb niet zo al te best geslapen afgelopen nachten. Maar zowel Elodie als Alexis zijn... weer opgekrabbeld na een soort griepje. Dus ik hoop dat ze vannacht lekker slapen. Nick hoor ik net thuiskomen. Dus ik ga even lekker naar beneden een kopje thee drinken. Samen nog even kletsen over ons dag. En dan gaan we lekker op tijd naar bed. Althans, dat is mijn plan. Zo, nou uiteindelijk 4 uurtjes geslapen. Maar ik heb de tijd genomen om mezelf op te lappen. Dus het komt helemaal goed vandaag. Vandaag een contentdag hier thuis. Dus we zijn lekker aan het shooten. En ik heb net bijvoorbeeld al eventjes gefilmd hoe je deze blouse kan stylen. Het is echt onze bestseller. En ik heb allemaal originele manieren om deze blouse op verschillende manieren te stylen. Zodat je elke keer weer een nieuw lookje hebt. Dus ik laat het jullie allemaal zien vandaag. Of met hak. En deze met deze laarsjes. Okay. Ja, is bloot, maar we moeten even kijken. Daar hou ik van. Komt toch? Kijk, mijn badkamer is omgetoverd tot stylinghoek. Ja. Thank you.
zijn thuis klaar met shooten. We gaan nu nog heel even naar mijn Favo lunchtentje hier om de hoek. We gaan eventjes naar George. Dan gaan we nog even een paar fotootjes maken. En dan blijf ik daar nog eventjes hangen om achter mijn laptopje te werken. En ja, mijn werkdag af te ronden. Dus het was super efficiënt. Het is lunchtijd, dus het staat er allemaal sneller op dan gepland. Maar kijk hoe leuk. Dit is toch een heerlijk lookje. Alleen maar hele mooie outfits. Wrap. Yay, thanks meiden. Ik werk hier dus nog even verder op mijn laptopje. Ik kan de hele dag hier vullen. Ik heb net even toch nog wat kleins besteld voor de lunch. Die wijn was eigenlijk voor de foto, maar heel lekker. Cheers! Alright, a few hours later. Ik trek mijn nieuwe trenchcoat aan. Met extra bodywarmertje eronder. Die krijg je bij de trenchcoat. Of die koop je bij de trenchcoat. Die wordt erbij geleverd. En ik ga nu de kids ophalen van de opvang. Mijn lunch afgerekend. Let's go. Dag poppetje. Hé, je staat op je beer. Half negen. Kids liggen op bed. En ik ga ook naar bed. Wij gaan naar bed. Even thee zetten. Het is echt zo'n drukke week. En Nick en ik zijn allebei heel erg moe. Dus we gaan gewoon lekker op tijd naar bed. En dan kijken we waarschijnlijk nog even een serietje. En dan gaan we lekker slapen. Dus welterusten allemaal. Ik ben eigenlijk te moe. Het is 11:30 in de avond. Ik lag net al op bed. Was ik neergeploft. En toen bedacht ik dat ik mijn make-up er nog af moet halen. En mijn avondroutine. Dus dat ga ik nu even doen. En dan ga ik slapen. Welterusten allemaal. Good morning. Ik heb echt keihard geslapen. Ik weet niet of dat kan, maar zo voelt het. Ik heb echt heel diep en heel hard geslapen vannacht. En de kids gelukkig ook. Het is lekker aan één stuk. Dus dat is mooi. Ik ga proberen een half dag te werken als dat lukt. Maar ik ga het mezelf ook niet kwalijk nemen als het toch een hele werkdag wordt. Want ik heb superveel te doen. En dan heb ik dat maar lekker klaar. En dan kan ik lekker rustig weekend vieren. En gelukkig ben ik niet de enige die zo druk is. Iedereen die ik spreek is druk. Ik weet niet hoe dat met jullie is, maar het is een drukke periode. Ik moet nog helemaal een soort van wakker worden, omdat ik zo diep heb geslapen. Een beetje kleur op mijn wangen, weer terug. Zo. Hmm.
Nou, even een minimaal make-upje. En ik ga naar kantoor te lezen. Ik spreek jullie zo. Tada! Dit is mijn lookje geworden van de dag. Met deze super fijne laarsjes met een mooi laag hakje. Mijn colbert van de nieuwe collectie. Mijn blouse van de nieuwe collectie. Mijn trench. En mijn Essential Tonya bag. Love it. Eindelijk weer even wat kleur. Daar zijn we weer. Dit komt er dus nog allemaal aan. Deels hiervan is al uitgeleverd en de rest komt dus nog. Maar dit is dus echt mijn lievelingsblazer. En die heb ik nu in het blauw aan. Dat is deze. Deze body is echt fabulous. We zijn er allemaal verliefd op hier op kantoor. Word je heel knap van. Dit jurkje. Met die mooie knopen hier. Echt een super fijne stof. En deze heerlijke truitjes, die zijn er in het geel en in het blauw. En dan hebben we de blazer ook nog in deze mooie beige tint. Zulke mooie cutlines die erin zitten ook. Überhaupt, de afwerking is echt insane. Kijk hoe mooi. En de trench die ik vandaag ook aan heb. En die wordt dus geleverd met dit mooie jasje voor als het iets kouder is. Een body. En het is alweer tijd om mijn vlog af te sluiten samen met jullie. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken weer deze week. En ik zie jullie hopelijk volgende week. Voor nu een heel fijn weekend. En laat nog even een gezellige reactie achter in de comments. Thank you. Doei doei. You gotta focus on the